In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Bij de vorige overweging heeft de heilige Alphonsus ons moed ingesproken. Hij toonde namelijk aan dat als wij streven naar heiligheid, als wij Gods wil vervullen hier op aarde, dat dit ons gelukkig maakt. Op een drievoudige wijze zelfs. Ten eerste reeds hier in dit tranendal. Ten tweede op het ogenblik van ons sterven. En uiteindelijk ook in het eeuwig leven. Een waar katholiek leven leiden, een geestelijk leven leiden, is dus goed voor elke ziel. Vandaag wil de heilige Alphonsus onze aandacht vestigen op het feit dat we niet enkel maar plichtmatig de heiligheid moeten bereiken, maar dat dit zelfs eigenlijk moeten verlangen uit onszelf. Inderdaad, want ondanks dat wij weten dat het streven naar heiligheid ons gelukkig maakt, dat betekent nog niet dat het makkelijk is. En velen onder ons beginnen niet aan het werk van de heiliging. Toch moet men het verlangen. Men moet ernaar streven en niet rusten voordat wij de heiligheid bereikt hebben. Verlangen, streven, zo zegt de heilige Laurentius Justinianus, vermeerdert immers in ons de kracht. Verlangen doet ons makkelijker moeite overwinnen. Dat is duidelijk. Iemand die niet waarlijk iets verlangt, die zal er ook niets voor doen, omdat hij dat doel niet echt wenst te bereiken. Iemand die weet dat op de top van een berg een schat ligt, maar er niet naar verlangt, zal ook de moeite niet ondernemen om deze berg te beklimmen. Enkel de persoon die naar het goud dorst, er naar verlangt, hij zal deze moeite dragen. En zo ook, mijn dierbaren, zal een katholiek die niet echt verlangt naar de heiligheid, ondanks dat zij ons gelukkig maakt, ondanks dat zij begerenswaardig is, niets ondernemen. Of deze katholiek zal snel de weg naar de heiligheid opgeven, omdat zij te zwaar is. Deze katholiek zal verder leven in lauwheid, wat niets anders betekent dan achteruit gaan, zich aan gevaar blootstellen en misschien zelfs de eeuwige zaligheid mislopen. De heilige Augustinus, hij zegt immers: geen vooruitgang boeken in de deugd is achteruit gaan. Het is net zoals met een bootje op een stroom. Stilstaan bestaat niet. Of men roeit vooruit, of men wordt meegesleurd. Inderdaad, mijn dierbaren, vergeten wij niet wat de Heilige Schrift zegt. Sinds de jeugd af is de mens, elke mens, door de erfzonde naar het kwaad geneigd. Als we dus niet onszelf voortdurend opwekken tot het goede, of er niet vurig naar verlangen, dan kan het niet anders dan dat de stroom van de wereldlijkheid, de stroom van de begeerlijkheid, ons zal meesleuren. Het is ofwel toenemen in de deugd of toenemen in de ondeugd.
Zo zegt Sint Bernardus. En daarom moeten wij, zoals de heilige Paulus aanmaant, rennen om de palmtak te behalen en niet enkel maar wandelen. Ons gehele verlangen, ons gehele doen moet op de heiligheid gericht zijn. En met Gods hulp zullen wij succesvol zijn. Doet wat ge kunt en bid om dat wat gij niet kunt. En God zal u helpen het te kunnen. Het trachten wij dus dagelijks en zeker in deze vastentijd een nieuwe trede van de trap naar de heiligheid te beklimmen. Wat niet anders is dan welgevallig zijn aan God. De heilige Alphonsus, in Christus beminden, maant ons ook direct aan naar een hoge heiligheid te streven. Waarom ook niet? De mate van onze heiligheid zal onze plaats van zaligheid in de eeuwigheid bepalen. Een bedelaar hoopt meer van een rijke te bekomen dan van een medebedelaar. Welnu, God is oneindig rijk aan genade. Hij kan ons alle genade schenken tot de hoogste heiligheid. En daarom moeten we hem veel vragen. Net zoals de heilige Theresia van Avila ons zegt: kleinmoedige zielen gaan in vele jaren niet zoveel vooruit als grootmoedige zielen in weinige dagen. Dat is waar. En om de moed te vinden dagelijks te streven naar de heiligheid, is het zeer nuttig levensbeschrijvingen van heiligen te lezen. Vooral van hen die van grote zondaren tot grote heiligen zijn geworden. En denken wij bijvoorbeeld aan de heilige Maria Magdalena, de heilige Augustinus, de heilige Margaretha van Cortona. En zeggen wij bij elke lectuur die wij afgesloten hebben, net zoals de heilige Augustinus, als die persoon heilig kon worden, en ook die andere, waarom ook ik dan niet? De duivel echter, zo bemerkt de heilige Theresia van Avila, tracht van zodra wij bij het lezen van een heiligenleven de moed tot het streven naar de heiligheid gevonden hebben, dit heilig verlangen als hoogmoed voor te spiegelen. En dat is een grove misleiding. Nee, elke ziel weet inderdaad dat zij zichzelf moet mistrouwen en dat men moet bouwen op God. Maar Sint Paulus zegt: uit mijzelf inderdaad kan ik niets, maar ik kan alles in de God die mij sterkt. Ik kan alles in de God die mij sterkt. En meer nog, door moed te vatten, door het ideaal van grote werken van heiligen te kennen, voor ogen te hebben, en zullen wij de kleine zaken die ons dagelijks overkomen graag opofferen. Ja, zelfs, wij zullen dingen aandurven, verwerkelijken, waarvan wij dachten dat wij er nooit zouden aan beginnen en ze nooit zouden kunnen volbrengen. In Christus beminden, nadat de heilige Alphonsus, onze leermeester van het geestelijk leven van onze ziel, ons getoond heeft dat wij God dienen te beminnen. En deze liefde moet getoond worden door de navolging van zijn geboden, van zijn heilige wil. En dat dit ons gelukkig zal maken.
En dat we dus deze heiligheid met een groot verlangen moeten nastreven. Geeft de heilige Alfonsus ons nog enkele algemene raadgevingen, alvorens hij in de volgende conferentie met de eigenlijke bespreking van de aspecten van het geestelijk leven zal starten. De eerste raad die Alfonsus ons geeft, algemeen, is dat men de weg van de heiligheid moet bewandelen met een bepaalde ingetogenheid. Dat gaat niet anders. Dat betekent dat men, als men aan de heiligheid van de ziel wil werken, bepaalde wereldse gezelschappen moet mijden. Bepaalde ontmoetingen kunnen er namelijk voor zorgen dat het eens zo grootmoedig gemaakt besluit in duigen valt, dat de ijver verflauwt. En reeds een heiden sprak: telkens als ik onder de mensen kwam, ben ik minder mens geworden. Hoe meer men omgang heeft met wereldse mensen, met wereldse chaotische omstandigheden, hoe minder dat wij een geestelijk leven kunnen leiden. Een ingetogenheid. Ten tweede moeten wij elke dag beschouwen als een nieuwe start. De heilige abt Antonius zegde tot zijn monniken: mijn zonen, beschouw elke dag alsof hij ware de eerste stap, de eerste dag waarop gij God begon te dienen. Elke dag is een nieuwe uitdaging, een nieuw begin, een nieuw ontvlammen van onze ijver. Ten derde moet men, zoals de heilige Augustinus zegt, elke dag de eigen fouten nagaan en zonder het geweten te vleien. Maar zoals de heilige Augustinus zegt, met onverbiddelijke gestrengheid. Hij zegt: steeds moet het u mishagen wat gij zijt, hoe gij zijt. Waarom? Omdat gij mocht worden wat gij vandaag nog niet zijt. Want als gij vandaag een beetje behagen schept in uzelf, blijft gij ook morgen uzelf. Want gij zult de begeerte naar vooruitgang verliezen. Als gij zegt: de volmaaktheid die ik vandaag bezit is voldoende, dan zeg ik u, Augustinus, dan zijt gij verloren. Ook de heilige Johannes Chrysostomus, hij zegt: geen enkele sprinter is tevreden met de reeds afgelegde weg. Zijn blik ligt steeds vooruit op de eindmeet. En pas aan de eindmeet kan hij tevreden zijn. Mijn dierbaren, wezen wij pas blij met de heiligheid van onze ziel als wij uit Christus' mond daadwerkelijk vernemen: welkom, gij goede en getrouwe knecht. Ten vierde, mogen de ijverigen onder ons zich nooit laten ontmoedigen, omdat de heiligheid zo langzaam wordt bereikt. Het is een werk van dag na dag. Een abt gaf eens aan een jonge monnik de opdracht om een veld te ruimen van al het onkruid. En de jeugdige, ijverige monnik gehoorzaamde prompt. Maar bij de akker aangekomen zag hij een jarenlang verlaten akker, vol doorns, vol distels. En de jongeling verloor alle moed. Hij sprak: ik kan dat niet. Hij ging terug naar zijn abt en vroeg zelfs om een terugzending naar de wereld,
het verlaten van het klooster. De abt echter antwoordde: mijn zoon, ik verlang van u niets anders dan dat wat gij slechts kunt doen op één dag. Niet meer, niet minder. Neem uw tijd, maar werk eraan. En de jongeling, de jonge monnik, keerde terug naar zijn akker. En na enige dagen was het geschied. De akker was vrij van enig onkruid. En zo ook, mijn dierbaren, is het werk van onze heiliging een levenswerk. Een werk van dag na dag. Ten vijfde, moeten wij het besluit nemen elk kruis aan te nemen dat God ons overzendt, dat God toelaat. Wie alle kruisen haat, kan geen vreugde vinden in het geestelijk leven. Christus sprak tot de heilige Brigitta: mijn schatten zijn inderdaad omringd door doornen. Maar alles wordt zoet voor diegene die zich niet door de eerste stekels laat afschrikken. Men aanvaarde het lijden, want met het lijden komen ook verlichtingen, innigheden, troost en bemoediging. Ja, wat de kruisen draagbaar maakt, zelfs liefderijk en offerbaar maakt. De heilige Theresia getuigt in haar lijden: een druppel van goddelijke troost in het lijden is meer dan de troost van de wereld in het lijden. Ten zesde, als wij ons op de weg van de vervolmaking bevinden, moet men zich ook op bekoringen voorbereiden. Als gij u richting God begeeft, is het alsof voor ons lichaam dat men een hond een worst afneemt. De duivel zal net zoals de hond briezen en brullen, omdat hem een ziel dreigt afgenomen te worden. Hij zal alle methodes inzetten om de ziel terug te winnen. En eerst zal hij dat proberen door ontmoediging, dan door zelfoverschatting, dan weer eens door beloften en dan weer, of soms, door lichamelijk geweld, zoals de duivel deed bij de pastoor van Ars. En in deze duivelse bekoringen, zegt onze meester Sint Alphonsus, zijn er twee hulpmiddelen. Ten eerste het gebed en ten tweede, heel belangrijk, de openhartigheid met uw biechtvader. Zodra bekoringen opkomen, zodra deze aan sterkte beginnen te winnen, openbaar deze bekoringen aan uw biechtvader. De heilige Philippus Neri zegde: een geopenbaarde bekoring is reeds half overwonnen. Christus beminden, en sluiten wij af. Voor vandaag overwegen wij het gezegde. De voorbereidingspunten op de leer van Sint Alphonsus over het geestelijk leven. En maken wij deze punten ons eigen, beginnend met het verlangen. En passen wij onze levensgewoonten aan, onze denkgewoonten aan. En vragen wij tenslotte aan onze hemelse moeder ons zielenleven. Dit pril begin met rijke genade te voorzien, zodat ons zielenleven werkelijk in bloei mogen komen, in grotere liefde tot God en in allerlei deugden. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.